nog weer terug gaan zien. We hebben nog één kwalificatie te gaan, dames en heren. Dat is de kwalificatie van de 7 tot 9 jaar oude hengsten. En daar hebben wij één deelnemer. Die gaan wij zo meteen verwelkomen hier in de ring. Catalogus nummer 50. En hier is hij, dames en heren. Geef hem een applaus. De deelnemer in deze rubriek. Van de 7 tot 9 jaar oude hengsten. Gesponsord door de Althamer Stud Farm. Dames en heren, voor de jury opgesteld, de deelnemer deze rubriek. We zien catalogus nummer 50. Het Arabische volbloedpaard, dat kennen we van diverse disciplines. Dit edele ras heeft zijn oorsprong uiteraard in de woestijn, waar die ingezet werd ook bij de jacht. En dat betekent ook dat zij leefden samen met hun eigenaren. Vaak in de woestijn, bij de tenten, de Bedouinen tenten. En dat betekent ook dat naast een prachtig mooi uiterlijk ook een fantastisch karakter zit in deze fantastische paarden. En de paarden tegenwoordig, die zien we terug op bijvoorbeeld de renbaan. We zien ze ook terug in diverse disciplines als de dressuur, als ook het springen, de lange afstand rijden. In vele disciplines zien we deze paarden terug. En ook vandaag, waar het vandaag draait en dit weekend draait, om de schoonheid van het Arabisch volbloedpaard in al zijn elementen. En we zien hier een prachtig voorbeeld. Het paard wordt opgesteld, de juryleden beoordelen het type. Het overal Arabische type van het paard. De mooie kleine gekrulde oren, de grote ogen. De beetje een deuk, zoals we dat noemen, de dish in het voorhoofd. De prachtig mooie ronde nek. Een goede bovenlijn en natuurlijk ook fantastische benen. Harde benen, zoals wij dat dan noemen. En een goede stand van de benen zijn belangrijk. Dat zijn de onderdelen die de juryleden beoordelen. En waarvan ik straks de punten aan u ga voorlezen. Zoals gezegd, het draait hier dit weekend om de schoonheid van het Arabische volbloedpaard. En hier in ons midden zien we een prachtig voorbeeld. Dankjewel Tom om ons publiek ook kennis te laten maken van dichtbij met het edele ras, het volbloedpaard. Natuurlijk ook dank voor het Belgisch Arabisch paardenstamboek die hier in België de belangen behartigt uiteraard van dit prachtig mooie ras dat we hier voor ons zien. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie van ons ras, dan bent u natuurlijk van harte welkom om op internet dat te zoeken of hier bij een van ons daar navraag na te doen. We helpen u graag verder. En natuurlijk ook verwijzen wij u graag door naar het Belgisch Arabisch paardenstamboek voor alle informatie. En zoals gezegd, het gaat hier om schoonheid. En we gaan eens kijken of de resultaten van dit prachtig mooie voorbeeld, die hier nog steeds in de ring staat, inmiddels al binnen zijn. En die ga ik u dan zometeen voorlezen. Dames en heren, we hebben de punten van de deelnemer hier voor ons. Catalogus nummer 50. Zijn naam is Majesty K.A. van vader Eden C. uit de moeder Magnum Rose. Gefokt door Knock Arabians en in eigendom van Nathalie de Haas hier uit België. De punten voor type 19, 19, 19 en 19. Voor hoofd en hals 19, 18.5, 19 en 19. Romp
18.5, 18.5, 18 en 18. Voor de benen 16, 16, 15.5 en een 16. En voor de bewegingen in stap en draf 19.5, 19.5, 19.5 en een 19. Dat brengt het totaal aantal punten voor catalogus nummer 50 Majestic AE op 91.50. Congratulations Majestic AE, a total score of 91.50. For the son of Eden C. out of Magnum Rose, bred Spacknock Arabians and proudly owned by Natalie de Haas. And thank you so much to Mr. Tom Schaukens for bringing this wonderful example of the pure Arabian horses here now in the arena where we have the West Coast Cup 2023, the International B Show. And on behalf of the sponsor, the Altama Stud Farm, congratulations to Natalie de Haas for this wonderful son of Eden C, Magnum's Rose, named Majesty K.A. Dames en heren, uw applaus voor Majestic KA. En we gaan hem straks terugzien in het kampioenschap van de senior Henk.